Jams. Ik sta hier naast Cookie Osaro. En op zijn verzoek heb ik het Jamstal plopkapje meegenomen. Ja. Rode microfoon. Kleine details maken het verschil. Maakt ons uniek, hè? Absoluut. Je moet wel altijd een beetje anders zijn dan de rest. Daarom heb ik hem meegenomen, speciaal voor jou. We zijn aanwezig op een speciaal ingelaste media day van Glory. Ja. Een beetje een cliché vraag, maar ben jij ready? Nee, ik heb nog 10 dagen, dus ik ben nog niet ready. Maar als het aankomende zaterdag was, dan had het gekund. Maar ja, ik heb nog tijd. Je wil gaan pieken, hè? Ik ben al een beetje aan het pieken en dat trekken we nu door. En dan aan het eind van de week gaan we langzaam afbouwen en dan ons klaarstomen voor de big day. Bahram wordt door sommigen, laat ik het anders zeggen, Bahram wordt door velen gezien als een van de favorieten. Ja. Vind jij het fijn dat jij in een underdog positie geduwd wordt? Ik ken niet anders sinds ik bij Glory zit. Eigenlijk sinds mijn partij met Levi ben ik altijd underdog geweest. Tegen Levi was ik underdog, in het toernooi vorig jaar was ik underdog. Tegen Plazi was ik underdog. Tegen Rico was ik underdog. Ik ken niet anders. Het is prima. Als mensen meer in de ander geloven. Voor mij alleen maar beter. Dan houden ze zich lekker bezig met hem en niet met mij. Dus ik vind het niet erg om die rol aan te nemen. Je vindt het niet erg. Je vindt het ergens wel fijn. Want je kent het. Je bent altijd de underdog geweest. Ik ben het gewend. Het is niet erg. Ja. Misschien werkt dat juist in je voordeel. Kijk jij al verder? Het zijn ook van die clichévragen die ik al eerder heb gesteld. Maar ben jij echt bezig alleen met hem? Of kijk je stiekem ook naar Levi tegen Uku? Je kijkt globaal. Ik heb dan wel geluk dat een van die partijen die Rajabzade heeft gevochten tegen Uku Jurjendal was. Is het ook in het toernooi. En dan ga je daarop weer verder een beetje globaal kijken. Dus je kijkt wel naar anderen. Maar de main focus is eerst Bahram Rajabzade. En daarna... je hebt dan globaal gekeken en heb je wat dingen opgepikt en ga je daarmee verder. Maar voor nu is hij nummer 1 die ik ga treffen. Ja, dat vind ik mooi. Vanuit de organisatie hebben ze ringen en kraaltjes ontwikkeld met iedereen zijn land van herkomst. Heb je de Nigeriaanse kraaltjes al gezien? Kijk hem. Ik heb hem. Maar side note, ik had hem al zeg maar voordat jullie wisten dat het op de markt terecht kwam. Ja. Alleen ging kapot helaas. Heb je die ring ook? Die ring is hier. Oh, kijk. Die ring is hier. Want in het midden staat jouw naam, hè? Tariq Cookie Osaro. Ja, en mijn land volgens mij ook. Cookie Osaro, Nigeria. 95, geboortejaar, Tariq. Ja. Vind je dit mooi? Jij bent best, mogen we zeggen, een ijdeltuin, toch? Jij geeft om... Goed zien is er goed uitzien. Dus belangrijk is mijn visitekaart. Dus ik vind look good, feel good. Look good, feel... Nee, smell good, look good, feel good. Okay. Dus dat is belangrijk voor mij. En ik hou wel van accessoires. Ik ben geen ringendrager. Maar ik moet zeggen, ik draag deze best wel veel. Omdat het ook een betekenis heeft. En dat vind ik mooi. Dus als ik hem straks ook weggeef, denk ik... Oh shit, die ring moet ik terugverdienen. Ja. Dus dat is ook de reden waarom ik hem draag. En dat is mooi, dat is leuk. Dan heb je ook naast natuurlijk... Het eer en geld. Heb je ook nog iets kleins waar je voor moet vechten, wat je al die tijd bij je droeg? En het is Nigeria wat je represent. Hoor jij wel eens verhalen uit Nigeria? Sijpelt dat door vanuit Afrika naar jou? Ja. Online natuurlijk. Met social media ben je makkelijk bereikbaar. Kennissen van familie die via geluid laten horen. Mensen van het buitenland die wel eens bij ons komen trainen, dan ook Nigerianen. Dus van alle kanten worden lijnen uitgegooid. En dat is fijn. Ik word een beetje herkend, beetje bij beetje. Mooi man, Nigeria is echt een fight country, hè, met Usman, Adesanya en noem maar op. Wij krijgen ook veel DM's uit Frankrijk. En die zeggen, wat, we hebben naar dat interview gekeken. Traint hij nou met Cyril Gaan? Oh ja, ik heb ook wat Franse geluiden gehoord. Ja, ik heb hem helemaal getraind, ja. Wel vet, hè? Tuurlijk, hij is ook een groot iemand daar. Groot bereik. Heeft ook goede dingen gedaan in de UFC. Dus het is voor mensen iets heel groots als je dan met hem traint. En voor mij was het ook iets heel groots. Maar wat ik voornamelijk leuk vond aan die trainingen met hem... Hij is ook gewoon een mensmens. Ja. Hij is zich heel erg bewust van de status die hij heeft. Maar... Hij teert daar niet op. Nee. Ik kan gewoon met hem lachen en grapjes maken. En gewoon ook goede gesprekken voeren. Dus dat was wel fijn. Wel een rolmodel hij, hè?
Ja, zeker. Zeker, absoluut. Ja, wat ik zeg, heel down to earth. En ook altijd positief, altijd dolle. Dus topgozer. We gaan het omdraaien. Wat leert hij van jou, Cyril Gaan? Dat zou je hem moeten vragen. Ik ben zijn coach niet. Ik heb geleerd van hem. Dat neem ik mee naar het toernooi. Wat hij van mij heeft geleerd, weet ik niet. Dat moet je aan zijn coach vragen. Ik denk dat je dat soort dingen ook niet 1, 2, 3 met elkaar deelt. Nee. Omdat je je bent ergens toch concurrent van elkaar. En je wilt je niet kwetsbaar opstellen als je spart met elkaar. Dus ik weet het niet. We gaan het zien. Jij zei in een eerder interview tegen mij, mijn ideale scenario zou zijn de weg van redemption. Ja. Levi hierna, daarna Rico. Sta je daar nog steeds achter? Tuurlijk, dat is het allermooiste. En daar hoop je op. Maar alles is mogelijk. Mactab. Ik bepaal dat niet. En misschien tref ik Rico niet eens in de finale. Of misschien kom ik niet in de finale. Of zeg maar, we kunnen alleen enkel plannen met elkaar delen en hopen ergens op. Maar alles is mogelijk. Ik blijf het zeggen, iedereen in dit toernooi is gevaarlijk. Iedereen is levensgevaarlijk, want het gaat om heel veel geld. Het gaat om eer, het gaat om geschiedenis schrijven. Je kan niet in mijn ogen mensen wegcijferen in dit toernooi. Zeg je heel mooi, jij plant, ik plan. Maar God is de beste planner van iedereen. Ja. Maar het zou wel mooi zijn voor als er ooit een film wordt gemaakt over Tarik Kuki Osaro. Dat ik het wel gezegd heb en dat je het terug kan vinden. Absoluut, helemaal mee eens. Maar we moeten wel daarin ook nog steeds realistisch blijven. Eén laatste vraag. De introductie. Blijven we met hef opkomen? Of ben jij iemand die denkt van, nou, laatste keer is dat niet goed gegaan. We gaan weer terug naar de oude intro. Hou je oren, ogen open. Ah, verrassing. Tuurlijk, ja. Zeker. Waarom, als we in die camera kijken, zouden mensen een kaartje moeten kopen? We zijn nog een paar weekjes verwijderd. Er zijn nog kaartjes te kopen. Waarom zouden mensen een kaartje moeten kopen om Kuki Osaro aan het werk te zien? Niet alleen mij om aan het werk te zien, maar ook mijn collega's. Er zijn 2 titelgevechten uit mijn hoofd. Grand Prix op zich. Als je geen kaartje hebt, denk ik dat je slaapt of je hebt geen internet. Haal je kaartjes. Er zijn zelfs goedkopere kaartjes toegevoegd, dus dat maakt het nog toegankelijker voor iedereen. Haal je kaartje en kom met ons de mooie energie ervaren in Gelredome 9 maart.